Goedemorgen! Het is vandaag zondag en Hans die is pas net uit bed. Het is 2:30. Het is 2:30, Hans. Lekker, hè? En weet je, ik heb heel... Ja, we hebben niet geknuffeld vandaag. Nee. Ik ben blij dat je wakker bent. Uitgeslapen. Ik ben, weet je hoe lang laat ik al wakker was? Nee. Ik kwam 10 uur al wakker. Het is nu 2:30. Ja, heel vroeg. 10 uur, je ziet er ook echt zo gaar uit. Ja. Kijk dan bij zijn gezicht. Oh. Wow. Zo, ja, echt, neem je ziet er heel gaar uit. Helemaal rood ook. Ja, straks. Maar je hebt echt 10 uur, 11 uur, 12 uur, 1 uur, 3 uur. Ik heb de Hills gekeken, marathon de Hills op MTV. Echt? Ja. Ik heb gewerkt. Ook achter... Maar toch niet de Hills iets wat ik dan nu mis, hè? Nee, dat waren oude afleveringen. En niet dat ze nog nieuwe afleveringen maken, maar oude afleveringen waar wij nog niet bij al zijn geweest. En ik heb op de bank gewerkt en zo. En toen dacht ik nog heel even, zal ik je wakker maken met ontbijt op bed en dan gaan we op bed brunchen? En toen dacht ik, nee. Gisteren de slaapkamer snel gemaakt. Nee. Nee. Ik dacht, je hebt het heel erg nodig om te slapen. Oh, je hebt afgelopen week zo'n drukke week gehad op je werk. Dus ik dacht, ik laat je slapen. Ja. Dus nu gaan we lekker brunchen. We hebben broodjes, lekkere kazijntjes, ja. Lekkere broodjes. Ja. Hele lekkere dingen. We gaan eerst taart eten. Ja, ik dacht net, zal ik een hapje nemen en dan weer terugzetten? Dat het echt dan een hap uit is. Maar ik wist niet zeker. Hij was eerst vanochtend. Nee, hij was vanochtend zo. Ja, ik dacht en toen was hij zo. En toen duurde het nog wat langer tot Hans kwam. Toen was hij zo. Als ik langer had gewacht, was hij. Dit is een soort ticking tijdbom. Ja, precies. Moet ik filmen, sorry. Moet je gewoon filmen wat ik wil. Dit is schattig, kijk dan. Ja, ik heb... Hij loopt dan ook echt naar zijn mandje toe en dan komt hij met die terug. Ik wil spelen. Ja, maar kijk, hij popt het ook echt nu bij mijn hand. Ja. En soms valt het knuffeltje eraf en dan doe ik niks. En dan pakt hij hem weer op en dan... Maar hij komt er nu bij jou brengen. Oh, dat is een mooi speeltje. Die is mooi. Charlie, kom je bij mij brengen? Nee, nu heb ik hem vast. Ik kan het niet meer. Charlie, laat ze los. Los. Met dat pootje ook echt. Los. Goed zo. Ik vind dit speeltje echt het leukste. We hebben hem ook Olly genoemd. Olly, het olifantje. Ja. Ik vind... Snap je? Het is Olly van het olifantje. Ik vind het zo ik vind hem wel een schatje. Dan komt hij met het olifantje aan. Dit is ook echt zo lief. Het is heel grappig. Iemand die had mij een foto gestuurd, heel schattig. Had onze foto gestuurd trouwens. Dat was bij onze chifra volgens mij. Ja. Facebook. Dat diegene ook een Olly had gekocht. Ja. Echt los. Ja, de sales bij de Action die gaan omhoog, joh. Woes. Oh, Olly's gaan eraan. Ja. Ik zag pas nog een schattigere, maar die heb ik daarna niet meer kunnen vinden. Oh, dat is jammer. Ja. Het grappige is echt het soort knuffeltje, want... Haar ouders hebben dus nu het draakje gekocht of zo, ja, dinosaurusje, van dezelfde serie. Maar nee, daar is hij ook echt helemaal gek mee. Dus het zit echt in een soort knuffeltje. En wel minder dan met deze. Wel minder dit is wel echt Olly. Olly het leuk is, mijn moeder heeft hem al echt als een echte oma, heel even wachten. Mijn moeder heeft hem al als een echte oma genaaid. Ja. Want hij was stuk. Maar nu vind ik hem extra leuk. Nu moet er nog een oog. Eraf vallen en weer teruggenaaid worden. Ja, of zo'n gestikt, zo'n kruis. Ja, precies. Ja. Ik vraag dus aan Sifra, die bakje staat net vol met kruidnoten. Heb je al die kruidnoten opgegeten? Vroeg ik. En Sifra zei... Nee, ik dacht dat jij dat had gedaan. En vervolgens kijken wij allebei... We kijken allebei hem aan. Die lag daar in de mand. Hij lag aan het slapen. En ik heb even boven een dutje gedaan, dus ik kan het helemaal niet gedaan hebben. En ook, hij kwam even aanlopen. Ik zeg, kom eens hier. Hij kwam weer aanlopen. Ja! Dat was wel heel grappig. Weet je zeker dat jij niet... Ja, maar hij stond echt hier helemaal zo op het randje, dus ik denk... Ja, daarom dacht ik, Hans, ja. Ik dacht, jij hebt in die stoel gezeten met nee. Die pepernoten. Nee. Hebben jullie dit... Nee, ik heb drie. Bizar, maar drie of vier. Ruiken, denk je? Oh ja, probeer maar, ruik eens. Ik vind het echt vies. Nee joh, wel nee. Is Charlie maar. Wacht. Maar ik krijg geen speculaas. Hou eens vast. Kom eens, Charlie. Kom eens. Nee. Nee, kijk alleen maar. En vies hondenslijm. Ja. Ja. Hans. Ja, kijk het dan. Niet. Ja, ik heb echt een beetje. Echt? Ik heb het mag idee. Mag ik het raken?
Ja, ik maak het ook. Bij mij. Mickey Mouse lost op. We kijken heel veel, lezen heel veel talen. Kijk je het bij mij? Ja. Ik heb het echt niet gedaan. Heb jij het echt niet gedaan? Ik denk nog steeds in mijn achterhoofd. Denk ik nog steeds, nee, ebola. Je bent één grote grap aan. Nee, ik heb echt niks gedaan. Is dat dan goed voor een kaartnoten? Ja. Het was echt een heel bakje. Er zitten allemaal haren in. Nee. Ja, echt. Ja, maar vol met slijm en haren. Oh, we zijn nu net, dat is een beetje stom, we zijn nu net bezig aan hem leren dat alleen maar te eten als het bakje er staat. Dus oftewel, we halen het bakje met eten nu elke keer weg en hij krijgt maar 2 keer per dag nu een bakje omdat hij te slank is. Maar dan ben ik dus bang, als ik vanavond zijn bakje eten neerzet, dat hij alsnog, nee, dat hij alsnog niet gaat eten. Nee. Lekker is dat! Hey! Oké, ik heb een idee. Hans die gaat nu een nieuw bakje met pepernoten bakken. En dat nieuwe bakje met pepernoten gaan we op tafel zetten en dan gaan wij weg. Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. Hij is nu al heel alert. Hij heeft nu al een beetje door dat er iets gepakt gaat worden. Oké, ik ga de camera ergens neerzetten. Hij zit nu al. Hij is nu al helemaal excited. Hij ziet het als zijn nieuwe eetbakje. Hier, hier op de rand. Oké, nieuw bakje. Dat nog? Nee, dat vind ik ook. Dan heb je door. Hey, dat mag niet! Oh, oh, dit is echt! Hij ging eerst piepen. We waren boven, ik hoorde hem eerst piepen. Zonder gêne, meteen! Echt, wat een brutale aap. Niet normaal, kijk. Het bewijs! Oh, dit was echt leuk. Ik ga het filmpje terugkijken. Ik ben heel benieuwd. Lekker eten, lekker eten, lekker eten. Het is echt heel lekker. Het is echt heel lekker eten. Maar het voelt ook... Als gewoon pasta met groenteprakje. Het is echt heel lekker. Ik vind het heel denigrerend als ik het zo noem. Nee, maar het ziet heel gezellig uit. Ja, klopt. Heel kleurrijk. Ja, ik vind het heel lekker eten. En hoewel het wel echt een pasta met groenteprakje is, is het echt... At the same time, it's so much more than that. It's so much more. Oh, er valt een pastaatje. Oh, die is niet voor de hond. Dat weet ik wel. Er is niks meer voor de hond. Nee, je staat op de pasta. Echt? Oh. Kijk hem niet aan. Ja, hij saved it. Zou Siva nog doen van de hond? Nee, daar hou ik echt niet van. I don't care. Doet me niks. Daar hou ik echt niet van. En we gaan lekker vlog kijken op onze tv. Woehoe! Op onze tv. Oh, dat is voor mensen die een tv hebben... Wij zijn ook gewoon op televisie. Alleen dit zijn wij niet. Dit is ook heel leuk trouwens. Alleen Jared, moeten jullie ook maar eens kijken. Dat is echt wel leuk, ja. Story of our lives. Hij wil spelen. En speeltje, 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 speeltje. Daar liggen er nog 2. Dat hij al zijn speeltjes bij ons op de bank legt. Zo van, jongens, ik kan echt met jullie spelen. En ik blijf ze maar afduwen van, nee, Charlie. Dus één van alle speeltjes op de grond. Ik zit echt story of your life vooral. Boef. Hey, hier. Ik zal het 1 keer doen. Laatste keer. Oh, hij is zo blij dan. Hij is zo blij. Dat gun je ze ook, hè? Kannen. Kijk dan hoe schattig. Kijk dan hoe schattig. Nee, kijk dan. Ons familietje lekker samen. We hebben lekker holla, heel hard. Ik ben een beetje zachtjes aan het praten, maar ik dacht hij slaapt. Hij sliep ook. Maar als de vlogkamer, als je dat piepje hoort, van dat je op rek drukt. Dan is ja, dan heeft spotlight. Ja, dan heeft hij het al door. Ja. Maar lekker heel Holland bakt aan het kijken. En lekker. We hebben gegeten. En lekker. We hebben echt heel veel lekker. Maar oh, dit is een lekkere zondagavond, hè? Lekker. Het is sowieso een heel relaxed dagje. Ja, het is sowieso echt een zo'n relaxe dag. Ik moet nu nog heel veel werken. Maar we hebben echt heel lekker relaxed. Gewoon lekker op een duurzame. Ik heb vanmiddag gewoon even geslapen. En we hebben uitgebreid gebruncht. En... Eigenlijk lekker thuis blijven. Ja, ik vond het echt heel leuk. Ik ben echt een beetje opgeladen voor de week. Ja, ik ook. Echt heel leuk. En dit vind ik... Kijk, het is een reclame met een mammoet in beeld. Je bent echt dom. Hij kijkt ook echt even achterop als het jullie me naar uit te lachen. Oh, je bent me er eentje. Oh, we houden zoveel van je. Zie je zoveel lol hebben we nou de hele dag door. Ons familietje.
Het is echt lekker. Lekker. Ik denk, zijn we echt een beetje compleet met z'n drieën zo op de bank. Heb je dat niet? Ja. Oh, hij wil eruit. Ja, dat is echt heel irritant. Soms is hij gewoon opeens verveeld en dan wil hij weg. Nee, hij blijft maar lekker. We zijn aan het knuffelen, Charlie. Ja, hij snapt het niet. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vindt met ons als familietje. En dat je ons blijft volgen. Subscribe je op ons kanaal als je het leuk vindt. Want er komen dan elke keer weer de video's. Als je nieuw bent op dit kanaal. Ik maak maar even gelijk een praatje. Ja, PR-praatje. Ja, PR-praatje. Als je nieuw bent op dit kanaal. We vloggen van vrijdag tot en met zondag elke dag. Of misschien ben je er pas bij gekomen. En zie je nu pas ons kanaal. Maar we vloggen van vrijdag tot en met zondag elke dag. Om 8 uur staat hij online. En we hebben ook een Facebookpagina, Hans en Sifra. En daar plaatsen we ook af en toe foto's. En we gaan nog heel veel meer vloggen in de toekomst. Dus ga met ons mee op reis. En subscribe je. Bedankt voor het kijken. Doei. Hond. In de vlog van gisteren vroeg ik nog. Of dat vroeg Sifra ook eigenlijk. Vroegen wij wat jullie nou leuker vonden. Zeg maar de avontuurlijke roadtrippen door Californië, Hans en Sifra. Of de thuis zitten op de bank met... onze huismus Charlie, Hans en Sifra. Nou, voor iedereen die dus het laatste koos, eat your heart out. Want deze vlog was echt alleen maar op de bank zitten en lekker thuis zijn. En stiekem vond ik dat wel heerlijk. Alleen ik denk nu al van, oh, het is nu straks aanstaande zondag. Dan kan dat niet, want dan zijn we weg en zijn we helemaal niet thuis. Ik vind het zo lekker om dan de zondag lekker de hele dag thuis te zijn. Dat is zo'n lekker begin van de week. En dan kan ik er echt weer een beetje tegenaan. Maar goed, ik moet het doen met de zondag dat we niet thuis zijn. Anyhow... Bedankt voor het kijken. Sifra heeft net het PR-praatje gedaan, dus dat hoef ik niet nog een keer te doen. Doei!